Ik vind nu al dat je in een hele mooie houding zit. Ja, want dit ziet er heel makkelijk uit. Maar dit kan echt, voor mij is het al best wel pijnlijk. Om zo te zitten? Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik ben natuurlijk heel open. Ja, ik dus helemaal niet. Ik helemaal niet. Nee. Jij geeft yin yoga. Ik heb het één keer gedaan. En wat ik er fijn aan vond was, is dat je heel lang in één houding blijft zitten, zeg maar. En daardoorheen ademt. Is dat yin yoga of zeg ik het dan niet goed? Ja, dat is onderdeel zeker van yin yoga. En dat is ook precies waar yin yoga zich onderscheidt van alle andere yoga-stijlen. De meer yang yoga vormen, zoals hatha yoga, ashtanga yoga of power yoga worden tegenwoordig ook vaak genoemd. Ja. En met die yang yoga stijlen, daar werk je voornamelijk aan het spierweefsel, het ontwikkelen daarvan. Mm-hmm. Terwijl bij yin yoga is het juist de bedoeling dat je spieren volledig tot rust komen, zodat je ander dieperliggend weefsel kunt bereiken. Ja. Dan hebben we het over fascia, bindweefsel, pezen, banden. En om dat soort weefsel te kunnen bereiken, moeten je spieren volledig ontspannen zijn. Ja. En dat is waarom we zo lang in een pose blijven, omdat je spieren even nodig hebben om die ontspanning te vinden. Wat je zult merken op het moment dat je een echte yin practice doet, is dat juist de grootste worsteling eigenlijk die mensen hebben met yin practice, is om die ontspanning te vinden. Want op het moment dat je zult altijd die spanning voelen op bepaalde plekken in je lichaam waaraan je werkt natuurlijk. En dat is een spanning die we ook in het dagelijks leven in je lichaam vaak niet gewend zijn. Ja. Dat is precies waar eigenlijk de practice begint. Want wat gebeurt er met jou op het moment dat je ongemak ervaart? Dat niet alles meer... Dan wil je niet meer. Want dat gaat ook vrij snel dat ik in de houding zit. En dat ik denk, ik wil eruit. Dus dat je bijna paniek kan voelen of zo. Ja. Hè? Dat klopt. Dat je na een minuut denkt, oh, haal me hier uit. En wat doe ik hier en waarom? En precies dat, die hele gedachtenstroom. Ja. Al je reactiepatronen die je in je leven hebt ontwikkeld, zeg maar, om met ongemak om te gaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een van de mooiste aspecten van de practice. Ja. En dat zijn ook hele waardevolle dingen die je uiteindelijk ook meeneemt als je niet op je mat bent, zeg maar. Ja, precies. Want wat gebeurt er met jou op het moment dat iets in je dagelijks leven gewoon niet helemaal gaat zoals je wil? Als je iets overkomt waar je niet voor hebt gekozen, hoe ga je daar dan mee om? Mooi, ja. Dan kan je dat ook weer toepassen eigenlijk. Ja, zeker. Dat is ook zeker wat ik mijn studenten ook wil meegeven. Ik wil ze heel graag de tools leren ook om dat mee te nemen in hun dagelijks leven. Dus veel meer eigenlijk dan alleen fysieke houdingen hier op de mat doen. Ik ben eigenlijk voor mijn yogadocenten nog maar heel kort geleden begonnen met yoga. Ik ben nu bijna 4 jaar geleden. Ja. En je was meteen al heel goed? je moet er wel aanleg voor hebben, denk ik. Want dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere aan yoga in zijn algemeenheid. Is je hoeft niet goed te zijn in yoga. Iedereen kan yoga doen, want als je de pose voelt, dan doe je hem. Ja, hey, wat fijn. Iedereen kan het gewoon. Iedereen kan het, ja. En iedereen, en dat vind ik het mooie, bijzondere ook aan yin yoga, is dat we daar heel erg kijken naar de anatomie van ieder lichaam. Omdat ieder lichaam natuurlijk anders is. Mm-hmm. We hebben daar ook heel veel props, kussens, dekens, blokken bij gebruiken om goed voor jouw specifieke lichaam in de pose te komen. Want je hebt altijd wel een pose die je minder kan of waar je juist goed in bent. Ja, ja. Ja, en dat precies, en dat zijn vaak de meeste mensen die willen dan liefst die poses vermijden. Dat heb ik zelf ook wel. Ja, ja, ja. Terwijl dat juist de poses zijn waar het belangrijk is om ze te doen. Omdat daar, of waar je je eerst ontvoelt, daar is je lichaam nog niet voldoende geopend. Daar is wat te halen natuurlijk. Precies. En waarom heb je dan specifiek voor yin yoga gekozen? Eigenlijk mijn allereerste liefde was Ashtanga yoga. Maar dat is wat is dat? Dat is eigenlijk de meest dynamische vorm van yoga. Dus waar je echt aan spierweefsel werkt. Waarbij je ook vergeleken met yin yoga, kort in een houding blijft. 5 ademhalingen. Mm-hmm. Dat is dus meer yang, als ik het... Ja, dat is een yang vorm van yoga. Een hele dynamische practice. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment merkte ik, omdat ik zelf van nature al zo heel erg yang ben, dat ik daar iets tegenover wilde stellen om juist wat meer ook naar binnen te keren. En toen ben ik yin yoga gaan ontdekken.
Juist, en wat bedoel je dan met, ik ben heel erg jam, want ik denk niet dat iedereen, ik begrijp wel wat je zegt, maar niet iedereen, denk ik. Ik ben van mezelf van nature heel erg open naar de buitenwereld. Ik ben heel erg, Op het doen en op de... Precies, op het doen, op prestatiegericht ook wel. Ja. Mezelf verbeteren. Heel erg altijd bezig met de buitenwereld. Het is meer mannelijke energie, hè? Klopt, ja, klopt. En dat hebben we niet meer nodig. Hebben we ook nodig, maar die vrouwelijke energie... Ik vind, ja, dat zouden we meer in balans moeten brengen. Ik merkte aan mezelf dat door mijn yin practice, dat voor mij ook heel erg in balans kwam. Dus voor mij is Ashtanga yoga en yin yoga eigenlijk de ideale combinatie. Wat niet wil zeggen dat iedere beoefenaar van yin yoga ook een yang vorm van yoga zou moeten beoefenen. Maar heel veel mensen doen natuurlijk al sporten, als fitness, ja, hardlopen. We zijn eigenlijk vrij gefocust al op die kracht en op conditie. En ja. Ja, terwijl dit is wat zachter en meer op de ontspanning, denk ik. Ja, klopt. Ja. En ook juist het weefsel wat onder die spieren ligt, is ook heel erg belangrijk om dat ook te blijven oefenen. Want naarmate je ouder wordt, wordt dat weefsel steeds stijver. Dus dan kun je nou heel erg aan het ontwikkelen van spieren blijven werken. Maar uiteindelijk, dat andere weefsel moet natuurlijk ook meegaan. Waarom moet iedereen, of nee, niemand moet, hè? Met, zeker niet in de yoga aan het zetten. Nee. Het is wel een heel verkeerde vraag van mij. Waarom kan iedereen aan de yin-yoga beginnen? Of waarom zou je het aanraden? Waarom ik zou aanraden om yin yoga te doen is omdat inderdaad onze levensstijlen hier, zeker in het Westen, heel erg lang zijn. Het leven ook heel erg veel van ons vraagt. En wat ik zelf heel erg heb ervaren is dat ik eigenlijk vaak helemaal niet meer echt contact maakte met mezelf. Mm-hmm. Met mijn eigen lichaam, met mijn eigen gedachten en hoe ik me eigenlijk voelde. En dat is waar yin practice mensen heel erg bij kan helpen om dat gevoel gewoon weer terug te brengen. En vanuit je yin practice, vanuit de poses, ruimte te creëren in je lichaam, waarmee je ook op andere fronten ruimte voor jezelf creëert. Dus ruimte tussen je gedachten. Je gaat ook veel meer naar binnen natuurlijk. En we zijn al zo gewend om in die buitenwereld te treden. Ja, in het dagelijks leven zijn we altijd bezig met wat er allemaal op ons afkomt. En je yin practice dwingt je eigenlijk om echt naar binnen te keren. En om te kijken van hoe voel ik me eigenlijk? Hoe gaat het met me? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Mm-hmm. En hoe lang zit je nou? Is er zeg maar, hoe lang zit je ongeveer in één houding? Of is dat per houding verschillend? Dat is per houding verschillend. En in principe kun je dat, als je zelf yin yoga beoefent, kun je dat zelf bepalen. Ik bedoel, als jij het prettig vindt om een bepaald deel van je lichaam extra te oefenen, zeg maar. Mm-hmm. Omdat je daar veel stijfheid ervaart, kun je ook makkelijk 10, 20 minuten in één pose blijven. Ja, precies. Ja. Alleen wordt het dan... Oh, 20 minuten ook, ja. Ja, alleen zal dan... Maar dat zijn de echte yogis, denk ik, die dat kunnen of niet. Ja, ja, en daar komt dan wel echt de struggle, zeg maar, van de mind heel erg om de hoek kijken. Dat denk ik ook, ja. Dus in de meeste gevallen blijf je ongeveer 2 tot 5 minuten in één pose. Ja, en dan is het vooral focus ook op die adem. Ja, je gebruikt je ademhaling eigenlijk om in de pose te kunnen blijven en om die stilte in jezelf te blijven vinden, zeg maar. Omdat je ademhaling natuurlijk iets is wat er altijd is. Mm-hmm. Zolang je je ademhaling rustig blijft observeren, lukt het je om die stilte te bewaren. En dus om die pose 5 minuten lang aan te kunnen houden. Dan hou je het denk ik ook veel langer vol inderdaad als je... En ademen is ook niet altijd makkelijk. Nee. Ik merk aan mezelf al, ook toen ik hier aankwam. Volgens mij was ik zo hoog aan het ademen. Van... Ja. Ja. Hyperventilatie. Ja. Nee, maar ik heb gewoon altijd... Het is altijd zo'n gehaast en gedoe. Maar het is wel een uitdaging om dan... om eigenlijk altijd op je ademhaling te letten. Ja, klopt. En ik merk ook wel heel erg met veel beginnende studenten. Ja. Dat zij inderdaad... totaal geen idee hebben waar hun ademhaling zich bevindt in hun lichaam of hoe ze ademhalen. Nee. En dat zijn ook wel dingen die ook in je yin practice goed naar voren komen en waar je dus jezelf ook op kunt oefenen. Heb je, het lijkt me zo leuk om 3 yin yoga oefeningen te doen waar je goed mee zou kunnen beginnen en die je misschien thuis ook al kan doen? Ja, natuurlijk. Oké, lijkt me leuk als jij het voordoet, dan ga ik het daarna ook proberen. Okay. Haha. Ja, heel goed.